Vrijdagavond om 10 uur weet Almere City of dit stroef verlopen seizoen alsnog een leuk einde kan gaan krijgen. Op de laatste speeldag van de keukenkampioendivisie hopen de Almeerders via de vierde periode alsnog een playoff ticket voor promotie naar de eredivisie te bemachtigen. De Almeerders hebben kwalificatie voor de na-competitie sinds vorige week niet meer in eigen hand en er zijn nog een aantal ploegen in de race. En dus zijn er vele scenario's mogelijk vrijdagavond. Trainer Alex Pastoor daarover. Wat dat betreft denk ik dat we er goed aan doen om van één scenario uit te gaan. Dat we zelf er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. Daar heb ik wel een goed gevoel over. Die jongens die staan er heel goed op. Dus die zullen echt alles uit de kast halen en meer. En dan ben je afhankelijk van wat er op een ander veld gebeurt. En ja, dat zullen we ook scherp in de gaten houden. Want ja, er zijn allerlei scenario's denkbaar waarbij je soms nog een goal per se moet maken. Soms niet. En daar moeten we mee rekenen. Vervelend moment op de training donderdagmorgen in de aanloop naar die laatste cruciale wedstrijd tegen Jong AZ. Aanvoerder Tim Reserveur liep namelijk een vervelende enkelblessure op. Ja, dat zag er serieus uit. Het klonk ook serieus. Dus we zullen straks eens kijken wat daar mee aan de hand is. Ja, hij klapte lelijk door zijn enkel, had ik het idee. Ja, ik ook. Ze bleven een soort van haken. Maar ja, ik stond op 1,50 meter afstand zonder bril, dus ja. Dat is lastig. En bovendien, Bas was er meteen bij, dus dan is hij in goede handen. Ja. Lijkt een streep door hem te kunnen voor morgen. Zoals het er nu uitzag wel, ja. We staan aan de vooravond van een wedstrijd, dus als er een streep doorheen moet, ja, dan is dat jammer, maar de trein dendert wel door. Ja. En hopelijk blijft die trein ook na vrijdagavond nog even doordenderen, want dat zou plaatsing voor de play-offs betekenen. Centrale verdediger Joey Jacobs, die jaren bij AZ speelde en dit seizoen ook voor de winterstop nog voor Jong AZ uitkwam, is optimistisch gestemd over de kansen van zijn nieuwe club Almere City. Ja, ik denk dat we nog steeds volop in de race zijn. Als je kijkt naar Eindhoven die de laatste wedstrijd bij Volendam uitspelen. Nou, dat is niet een zekerheidje. Dus ik denk dat als die puntverlieslijnen wij gewoon winnen, dan acht ik de kans heel groot dat we gewoon de play-offs in gaan. Ja, je rekent een beetje op Volendam. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk niet dat die met drie verliespartijen zeg maar de competitie willen afsluiten. Dus nou, ik reken wel een beetje op Volendam. Ja. Maar in eerste instantie moet er dus zelf gewonnen worden van Jong AZ. En dat is niet zo eenvoudig. Eerder dit seizoen was Jong AZ in Weiderwormer tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen nog met 2-1 te sterk voor het Almere City van toenmalig trainer Gert-Jan Verbeek. Ik denk dat we op het top gefocust zijn en we moeten gewoon heel scherp aan die wedstrijd beginnen. Ze gewoon eraf buffelen en dan moet het denk ik goed komen. Ja, want waar liggen met name jullie mogelijkheden tegen Jong AZ? Want jij kent die ploeg natuurlijk als geen ander. Ja, wij zijn net als jong ploeg altijd moeilijk tegen een fysieke tegenstander. En ik denk dat wij met onze voorzetten en met Maarten Pauwels, weet je, de kopballen, daar kunnen we ze wel heel lastig gaan maken. Dat was bij AZ altijd een pijnpunt, voorzetten verdedigen. Dus nee, als we daar goed mee omgaan, dan denk ik dat we daar wel wat goals uit kunnen maken. Het is met elke tegenstander, dus ook met deze. Zodra je ze laat voetballen, dan laten ze meestal ook goed voetbal zien. En daar krijg je het moeilijk mee. En zodra je dat niet toestaat, dan doe je jezelf een heel groot plezier. En ja, dat zullen we moeten doen en dat gaan we ook doen. Hey, doe eens een percentage op het bereik van de play-offs. 80%. Ja, 80-90%. Ja. Nou, 80 laat ik hem zo zeggen. 80% denk ik. Ja. En stel het lukt niet, wat dan? Ja, dan is het zo voorbij. Ja, dan is, Heb je vakantie nog niet geboekt? Ik heb nog geen vakantie geboekt, nee. Nee, zeker niet. Okay.